Armenteros die zijn negende doelpunt kan gaan maken in dit seizoen. Samuel Armenteros. De hoek is ook bekend bij Jeroen Zoet. Een uitstekende redding van de keeper van PSV. Ah, Jeroen! Hey. Ja, kijk, daar heb je hem hoor. Hoe is het? Isan. Ja. Goed. Ja. Met jou ook? Ja, heel goed. Hi. Ik ben Jeroen. Mac. Voor de training zien we er allebei hetzelfde uit. Hij is aan het sparen voor het nieuwe tenue. Oké. Okay. Vertel jij even gezellig wat jouw probleem is. Als ik uitkom op het juiste moment dat ik de bal meeneem. Dus als je uitkomt in de 1 tegen 1? Ja. Wat vind je dan moeilijk? Om er door te glijden, dat durf ik niet. Doorglijden? Ja. En waar keep je? D2. We willen graag ook D1 van maken. Ja, tuurlijk. Deze dag hier is de oefening hebben we wel eens. Ja? Dan moeten we snel erop duiken, zo. Zo, erop en dan naar deze kant. En hier erop. Nou, nog een keer, dat je hem vast hebt, oké? Okay? Nou, dit ziet er gewoon goed en soepel uit, hoor. Nou denk ik dat je een beetje weerstand moet hebben. Klein tikje. Loop maar door en dan dicht op. Hou vast, hè? Dicht op. Ja, kijk, hier. Nou gaat die bal geen één kant op als je handen erop zit. Het veld hier is gewoon van jou, dat is het, hè? Ja, ja. Zal ik anders even als spits fungeren? Ja. Oké. Okay. En je weet het, Mick. Elke bal die je tegenhoudt, 20 cent voor je nieuwe tenue. Ja. Ja, zeker beloofd. Zo, dat is een goeie. Die 20 cent heb je binnen. Ik ben er maar ietsjes achter, ik ben niet zo snel. Ja, ja. Dan gaat hij weer 20 cent af, hè? Je staat op nul, Nick. En dan kom je uit en blijf je lopen. Maar op een gegeven moment, dan zie je dat ik iets ga doen. Dan is het gewoon staan. Want als je in beweging bent, dan is het moeilijk om te reageren. Ja. Jorrit, heb je even tijd? Jorrit. Met Nick. Gaan we het met de echte speler proberen? Dus ik heb hem beloofd dat voor elke bal die hij tegenhoudt, ik hem 20 cent geef voor het nieuwe tenue. Dus ik spreek met jou af dat elke bal die jij erin schiet, krijg je van mij 5 euro. Oké. Okay. En die reken ik niet met je af, dat begrijp je dan ook wel. Goed. Dit was het moment, hè, om erop te duiken. Ga maar zo met je linkerbeen voor, dan kan je... als hij hem speelt, dan kan je al een beetje gaan. Kijk! Dat is hem. Oké, loop maar mee, ja. Dit was het moment om er weer op te glijden. Ja. Ben je dan een beetje angstig? Of... Ja, beetje wel meer. Hè? Ja, maar dat hoeft niet. Jorrit, die loopt niet door. Nee. Kegel hem maar omver. Ja. Misschien kan ik het een keer voordoen nog. Zag je dat? Ja. Dan speelt hij hem iets te ver voor zich uit en dan pats erop. Ja, ja, volle bak, door. Oh, en laag. Drop. Tuurlijk, kijk. Goed zo. Kom maar, let maar op die bal. En nou erop. Kijk. Ah, mooi hoor. Klasse. Ik ben onder de indruk. Dat is wel 1 euro, hoor. We gaan nog één keer kijken. Als hij erin gaat, ben je al je geld kwijt. Maar als je hem stopt, dan verdubbel ik dat wat er staat. Ja. Thank you.